In nieuwbouw en verbouwingen gebruiken we graag veel glas om licht binnen te brengen in de woning en zo een open gevoel te creëren. Meer licht betekent meer zon. En meer zon betekent meer rust, tenzij het van het goede te veel wordt. Woonplaatsen met veel glas kunnen op een warme zomerdag immers omgetoverd worden tot een ware sauna. Om dit broeikaseffect tegen te gaan, zal een airco-installatie veel energie opslorpen. Een veranda is een oplossing voor de tussenseizoenen, maar een energievreter als je er ook van wil genieten in de zomer of in de winter. Martine en Philippe, jullie hebben een folie laten aanbrengen, voornamelijk voor in de zomer. Waarom eigenlijk? In de zomer, als het warm is, dan hebben wij heel veel hitte die binnenkomt via onze veranda die aanpaalt aan onze living en onze keuken. En als bijvoorbeeld in de namiddag, in de zomer, de zon schijnt, al van in de lente trouwens, dan komt er ontzettend veel hitte binnen. En als er zo echt een keer een warm seizoen is, dan is dat er gewoon niet om uit te houden. Dat was echt een probleem aan het worden. Flip had daar zoiets voor gevonden, een scherm om boven op het dak te leggen, die doorzichtig was, maar dan nam dat ook licht af. Dus dat was eigenlijk ook niet echt de formule. We twijfelden oorspronkelijk nog of we airconditioning gingen nemen. Dan hebben we beslist om het niet alleen de veranda te doen, maar ook andere ramen. Ik geloof dat wij toen een keer de proef op de som genomen hebben. We hebben daar dan een keer een thermometer gehangen. Dat was toch zeker een tiental graden verschillen. Ja, zeker. Hè? Dus dat was echt wel aangenaam. Wist je dat meer dan 76% van de energie die verbruikt wordt in een privéhuishouden is toe te schrijven aan verwarming en koeling? Dat is een serieuze hap uit ons budget. Klassieke zonweringssystemen kunnen geen oplossing bieden en zijn vaak erg onhandig en nemen veel licht weg. Zonnewerend glas is ook niet goedkoop en neemt heel veel licht weg. Het is een beetje een omgekeerde situatie. Langs de ene kant ga je grote glaspartijen maken om veel licht binnen te trekken en dan ga je het vensterglas gaan temperen. Gelukkig is er een oplossing. Deze neutrale folie weerkaatst de schadelijke stralen in de zomer en houdt de warmte binnen in de winter zonder dat je lichtverlies hebt. Een intelligente folie bestaat uit 5 lagen edelmetaal die elk een specifiek gedeelte van het elektromagnetisch spectrum weerkaatsen. Welk effect kunnen we bereiken met deze folie? Wel, die folie heeft de eigenschap dat ze zowel het nabije als het verre infrarood voor ongeveer 90% reflecteert. Dat wil zeggen dat in de zomer het nabije infrarood, de warmte die van de zon komt, bijna voor 90% wordt buitengehouden. Terwijl we in de winter maximaal profiteren van de 90% reflectie in het verre infrarood. Waardoor dan dus de warmtestraling die door de centrale verwarming of de kachel geproduceerd wordt, zeer efficiënt wordt binnengehouden. Daarnaast heeft de folie dan nog de eigenschap dat maar door de speciale opbouw van de folie ongeveer 10% van het zichtbaar lichtgedeelte van het spectrum gereflecteerd wordt, waarbij we dus nog maximale lichthoeveelheid binnenkrijgen. En tegelijk is het zo dat de kleurperceptie door de constructie van de folie nauwelijks verandert. Een neutrale, niet spiegelende, doorzichtige polyesterfilm wordt op het glas aangebracht en zorgt ervoor dat alleen het zichtbare licht wordt doorgelaten en dat de warmte wordt gereflecteerd. In deze proefopstelling staat een kader met glas zonder folie en een kader met glas met folie. Als we verschillende metingen uitvoeren in achter de folie, dan merken we een verschil op van 93%. Dat wil zeggen dat de warmte voor 93% wordt weerkaatst of 7% wordt doorgelaten. Deze folie is zo selectief dat ze in staat is om de binnentemperatuur tot 10 graden Celsius te verminderen. Kunnen we deze theorie nu ook toetsen aan de praktijk? Het Waasland Shopping Center is het grootste gelijkvloerse shoppingcenter van Europa. Het herbergt 140 winkels en jaarlijks komen er niet minder dan 6 miljoen bezoekers over de vloer. Katrien, jullie hebben verleden jaar alle grote glaspartijen laten behandelen met een slimme folie. Zijn er al resultaten bekend in verband met het energieverbruik? Inderdaad, dus wij hebben alle glaspartijen met folie bedekt omdat we heel veel last hadden van een serre-effect. En onze koelgroepen moesten eigenlijk op volle toeren draaien om een constante temperatuur van 21 graden te garanderen. Dus in die zin hebben wij niet alleen energiebesparing gedaan, maar toch ook ons steentje bijgedragen voor het milieu. Dus in dat opzicht heeft de intelligente folie echt wel gedaan wat die moest doen. En hoe vertaalt zich dat concreet in cijfers? Je gaat het misschien niet geloven, maar wij hebben een besparing van 20% opgetekend op vlak van elektriciteit, op de koelinstallatie, en 27% op gas voor de verwarmingsinstallatie.
Is zo'n folie wel krasbestendig, Katrien? Ja, de folie is voorzien van een krasbestendige siliciumlaag, waardoor de hardheid van glas nagenoeg wordt geëvenaard. En daardoor kan men de ramen na installatie van de folie normaal onderhouden, zoals voordien. En gaat zo'n folie lang mee? Ja, wij bieden een garantie van 10 jaar, maar de levensduur van de folie is veel langer. Hoe lang? Versnelde verouderingstesten hebben aangetoond dat de folie na 25 à 30 jaar nog steeds hetzelfde uitzicht en dezelfde zonwerende eigenschappen bezit. Een gunstig effect op de energieprestatie is mooi meegenomen. Voeg daar de voordelen bij waarvan je het ganse jaar kan genieten, dan kan je stellen dat deze folie zichzelf terugbetaalt na enkele jaren. En niet onbelangrijk, waardevolle voorwerpen gaan langer mee omdat ze niet verkleuren door het invallend zonlicht. DHL is de wereldwijde marktleider op het vlak van internationale express en logistiek. Door zijn ligging staat het Europese hoofdkwartier de ganse dag in de zon en dan spreken we over een glasoppervlakte van 2500 vierkante meter die allemaal stuk voor stuk werden bekleed met een folie. Meneer Capelle, 2500 vierkante meter is een grote oppervlakte. Zijn jullie tevreden over de investering die jullie gedaan hebben? Jazeker, het comfort van onze werknemers is een heel stuk verhoogd. We hebben een lagere energiekost. We hebben een zeer professionele installatie gehad. En de buitenkant van ons gebouw is niet veranderd door het feit dat we de folie hebben geïnstalleerd. Is het resultaat merkbaar zowel in de zomer als in de winter? Ja, de isolatiewaarde van het glas verhoogt door het plaatsen van de folie, waardoor dat we minder gas verbruiken. In de zomer wordt de zonnewarmte gereflecteerd, zodat we minder koeling nodig hebben, wat zowel gas als elektriciteitsconsumptie een stuk verlaagt, wat dan weer het milieu ten goede komt. We hebben het programma Go Green, dat als doelstelling heeft om de CO2-uitstoot binnen het bedrijf met 30% te verlagen tegen 2020. Zo'n investeringen dragen daar zeker tot bij. We zetten de voornaamste eigenschappen van deze luxe foilfolie nog eens op een rij. Het plaatsen van een folie gebeurt in enkele uren, zonder hak- of breekwerk en zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing. De folie houdt in de zomer de warmte buiten. De folie houdt in de winter de warmte binnen. De folie zorgt ervoor dat er geen verkleuring optreedt van het interieur.